Pinar, goeiedag. Goeiedag. U staat op de lijst voor Open VLD. Ja. Als kandidaat districtsraadlid. Ja. Vertel me eens, waarom moeten de mensen op Pinar stemmen? Vooral omdat ik al 6 jaar ervaring heb hoe dat de stad werkt. Ik werk voor Scheve Bungeneer, die daar ongeveer een kleine 10-tal dagen geleden is overgestapt naar de N-VA. Dus ik heb al heel wat ervaring opgedaan. En die ervaring wil ik eigenlijk omzetten om te behoeven van de mensen die dat op mij zouden kunnen gaan stemmen. Wanneer u in de districtsraad terechtkomt, wat zijn uw doelstellingen of wat zijn uw prioriteiten binnen die districtsraad? Voor mij persoonlijk het onderwijs, veiligheid en integratie. Integratie bedoel ik niet van de niet-Belgen, maar zich focussen eigenlijk op de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Want de verschillen die kennen we eigenlijk maar al te goed. Bedankt. Dank u. Ik ben Eddie Bouwmans. Ik ben geboren in Antwerpen heel lang geleden op 17 april 1956. Ik zie er dan een aantal nu al tellen, maar het is wel zo. Ik heb eigenlijk altijd school gelopen hier bij Achterhoek in de Albertstraat. Ik heb hier ook in de buurt gewoond, in de Antoverdijkstraat, Hansjanstraat. Daarnaast in Thomasstraat, Boomgaardstraat, zo maar ook. Ik heb altijd in Antwerpen gewoond. Ik ben teruggekomen naar Antwerpen en ik ben dan, toen ik 20 jaar was, bij de politie in Antwerpen gegaan. Mijn vader die vond het echt tijd dat ik iets een vak leerde, maar dat ging niet zo goed. Vandaar dat ik toen bij de politie ben. Ik heb gedurende een carrière van meer dan 36 jaar heel het mogelijke carrièrepad van de Antwerpse politie doorlopen. Ik ben begonnen als agent op proef, agent, hoofdbrigadier, gelukt het aan hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris. En uiteindelijk ben ik dan korpschef geworden, zoals men dat dan noemt, overnight. Op 19 maart 2003. 1:30 werd ik gebeld door de toenmalige burgemeester, Leona de Tjerge. En die zei mij, hey, zit je goed? Oh. Zeg ik, ja, ik wel. Zegt, voilà, jij bent korpschef vanaf 7 uur vandaag. Nu, meestal moeten we daarvoor studeren, meestal moeten we daarvoor graden halen, meestal moeten we daar vroeger gaan tappen in de voetbalploeg de Rooie Zon. Maar nu was dat plots een heel ander verhaal en was het eigenlijk een beetje de 10 kleine negertjes verhaal, waarbij dat een aantal mensen werden geschorst in onze organisatie, hoofdcommissarissen. En waar dat uiteindelijk de prerogatieve van de burgemeester is om een vervangende korpschef aan te duiden. Dat heeft zij ook gedaan. Zij heeft dat politiek laten afdekken door de andere fracties, maar dat was unaniem het verhaal van Eddie Bouwmans is korpschef vanaf 7 uur. 19 maart 2003. Dat was in die tijd ook een bom. Dan heb ik 9 jaar die functie met plezier uitgeoefend. 3 jaar als vervangend, 5 jaar als in mijn eerste volledige mandaat, zoals het dan heet. Dan vorig jaar een verlenging gekregen en na 9 jaar ben ik dan overgestapt naar de politiek, zoals het dan heet. Voor heel veel mensen was dat een verrassing. In heel de voorbereidende gesprekken was het zo dat ik dat ook heel discreet heb gehad. Je kunt dat niet op geen andere manier doen. Dus is het zo dat 20 juni van dit jaar ik 's morgens mijn moeder heb gebeld om haar te zeggen dat al wat ze vandaag ging lezen en horen in de pers, dat dat waar was. En dat ik dus die stap had gedaan, zij begrijpt het nog altijd niet. Maar ik bedoel, dat is de reflex van moeders, daar zijn goede moeders voor, die zeggen alleen zo'n job, zo'n functie, vaste job vooral. Wat beweegt u nu om die stap te doen? Ik heb het ook proberen uit te leggen, maar dat is heel moeilijk. Maar ik heb het proberen uit te leggen aan mijn moeder en die heeft het ondertussen begrepen. Nog niet wil zeggen dat ze akkoord is, maar ik denk proberen op diezelfde manier ook aan jullie te leggen. Dat wil zeggen dat ik het 9 jaar toch in een van de mandaatfuncties en niet de laatste binnen een stedelijke omgeving kunnen werken aan beleid. Ik heb kunnen meewerken aan beleid in die zin. Ik heb kunnen adviseren en ik heb kunnen uitvoeren. Was het allemaal met mijn goesting? Absoluut niet. Was het altijd het beste dat er op dat moment aan opties was om dingen aan te pakken? Ook niet. En ik heb toen niet, zoals sommigen zeggen, omdat Patrick Janssens en ik rollend, vechtend over de grote markt gesignaleerd waren, die stap gedaan. Dat is helemaal niet waar. Wij hebben heel hard discussies gehad. We zijn kwaad geweest op elkaar, we hebben het allemaal gedaan, maar uiteindelijk is er wel een oplossing gekomen en is die ook loyaal uitgevoerd. Nee, ik heb dat gedaan omdat ik vond dat ik aan mijn nieuwe uitdaging toe was. Dat is heel clichématig.
maar een nieuwe uitdaging die zich situeert op niveau van Antwerpen. Antwerpen, zegt, ik ben een Antwerpenaar, is het niveau waar ik van denk dat ik nu in deze nieuwe positie een meerwaarde kan brengen. Waarom? Omdat beslissingen genomen worden op een politiek niveau. Hoe dat je keert of draait, en dus misschien dat toch wel eens, het heeft misschien lang geduurd voor me dat allemaal is doorgedrongen tot bij mij, maar dat is eigenlijk waar het om draait. De beslissingen, de definitieve beslissingen worden genomen op politiek niveau, is ook juist, daar ligt de verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid, maar daar ligt ook de verantwoording als het erop aankomt. Waarom zeggen de mensen dan ben je niet naar op, of dat anders noemen, op die succesterrein gestapt? Men was ook daar aan het zoeken naar een aantal kandidaten. En toen heb ik gezegd van ja, oké, eerlijk iets gezegd, maar niet. Dat is een gedachtegoed dat voor mij te ver opschuift naar een richting die ik niet wens. Maar ik voel mij thuis binnen een liberale context, omdat mijn vader, is jammer genoeg 15 jaar geleden overleden, altijd het liberaal gedachtegoed bij ons thuis geheiligd heeft. Geloofde in het initiatief, geloofde in de mensen, geloofde in het feit dat mensen kaders moesten voorzien, dat overheden kaders moesten voorzien, maar dat de mensen hetzelfde doen. Hij heeft altijd gezegd tegen, mij, er is één ding dat je moet doen in je leven, dat is hard werken, dat is niet verboden. En als je wacht totdat de gedraaide kippen in je mand gaan vliegen, dan gaat het veel honger hebben.